Eerderprijzen voor de winnende rijder en eigenaar. Nog 50 meter. De start is gevallen, paarden onderweg en strijd om de leiding in drie sporen... waarbij helemaal aan de buitenzijde Anand de Vrede met de moed der wanhoop... Blue Diamond naar voren rijdt om de kop te pakken... maar aan de binnenkant is Bonnie Charisma het snelst op de benen. Bonnie Charisma, buitenzijde dan de aanval van Blue Diamond... en aan de binnenzijde daarachter dan Dora Legum. Dat zijn de eerste drie. Verder weg vinden we Chiquita GS. En achter Chiquita GS ja, hebben we dan toch een beetje langgerekte formatie... terwijl vooraan inmiddels de leiding over is genomen... Door paard nummer 6 en dat is Blue Diamond. Deelnemerskoers af op de verre linkerbocht. Blue Diamonds met een lengtevoorsprong. Op de tweede plaats erachter is het dan Bonnie Charisma. Achter Bonnie Charisma is het Dora Legum. En achter deze paarden komt Johan van der Wal van de Reling af. Hij gaat ten aanval met Chiquita GS. Wordt de ideale gangmaker voor Fakir Oldezon. En aan de binnenzijde trekt mee Zep de Legume. Dan de favorieten. Paard nummer 5. Freedom Fighter ligt er prima in. En achter Freedom Fighter komt ook in het tweede spoor mee naar voren Forget About It. En deze paarden worden nog vooraf gegaan door paard nummer 8. Cavalli Starlake... Ook een paard dat het moet hebben van zijn slotronde. We gaan op weg naar de overkant van de baan. En dat doen we met uh, nog altijd diezelfde koploper. En dat is Blue Diamonds. Blue Diamonds, aan tevreden, zit er nog ogenschijnlijk makkelijk. Anderhalve lengte voorsprong op Bonnie Garisma. Achter Bonnie Garisma is dan Dora Legum En aan de buitenzijde maakt nog niet heel veel progressie Chiquita Geers de binnenzijde, Zeb de Legume, tweede spoor voor uh, Fakir Olderson. Vraag eens even wanneer het uh, treintje favorieten ten aanval gaat trekken. Ik denk toch niet dat ze Adam die koers zo laten stelen. Het is uh, Fakir Olderson gevolgd door, Forgetaba door uh, Freedom Fighter en daarachter pas: forget about it. Deelnemers komen weer in de rechte lijn voor de tribune. Flora prijs. Straks bij het passeren van de finish nog één volledige ronde. En het is aan de kop nog altijd die Blue Diamond. Ze hebben toch wel wat te doen nog hoor, die favorieten. Ze liggen daar achteraan en moeten dan zo dadelijk wat gaan proberen. En Tom Koyman die achter de tijd rijpt om dat te gaan doen. En hij gaat samen met Freedom Fighter nu in het buitenlandse spoor naar voren. Freedom Fighter en Forget About It zijn aan de opmars begonnen. Maar vooraan is het daar nog altijd aan de leiding die Arend tevreden. En Arend die rijdt Blue Diamond. Kijk naar Forget about it. Die komt in de aanval. Maar ook Bonnie Garisma en Misha Brouwer. Die hebben tweede spoortans opgezocht. En misschien dat Tom hem even laat stoom afblazen. Nee hoor. Hij rijdt gewoon in één keer door. Is dit wat? Dit zie je echt nooit meer op Alkmaar. Maar ik kan er toch niet helemaal gerust op zijn. Want ook Freedom Fighter komt eraan. En die heeft dan ja, toch een ruggetje gehad aan de overkant. Maar desalniettemin is deze Forget About it ontketend. Gaat hier vanaf de laatste plaats met een waanzinnige solo naar de overwinning. We gaan naar de Meets. En het is Forget About it die het wint. Hele knappe twee. Tweede is Bonnie Charisma, derde Freedom Fighter voor Doornaard Legume en de verdienstelijke Blue Diamond.